de Koningin Wilhelminaweg in Maartensdijk raakte zondag 14 maart even na 11 uur een pick-up van de weg. De auto reed vanaf de rijbaan het naastliggende fietspad op en daarna stuurde de chauffeur, die vermoedelijk onwel was geworden, recht op een boom af. De boom brak af en werd door de auto nog zo'n meter of 10 meegenomen. Vervolgens vloog de auto in brand. De chauffeur en de passagier konden op tijd uit de auto komen, maar waren beide licht gewond. Uiteindelijk zijn ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De pick-up leverde een gevaar voor de snel gearriveerde brandweer, want er zat een LPG-installatie in de achterbak. Het duurde geruime tijd voordat de brand onder controle was. De rookpluim was vanaf de A27 duidelijk zichtbaar. De brandweer heeft de boom, die over de auto lag, korter gezaagd. De N417 was enige uren afgesloten totdat de politie klaar was met het sporenonderzoek en de berger de auto weggesleept had.